gaan oorlog voeren. Nee, gewoon eerlijk spelen, bro. Vlag. Och, wat een middag. Hoe is het? Goed, ja. Ben je klaar voor? Nee, nog niet. Ik ben nog aan het inpakken. Hoe is het? Ja, lekker met jou. Ja, goed. Ja? Gaan we doen? We gaan oorlog voeren. Dit is onze vlag, hè? Nee, gewoon eerlijk spelen, bro. Vlag. Oorlog. Paintballen. En ik heb iets leuks bedacht. Ik kom er zo op terug. Hoe we dat gaan doen qua indeling van mijn teams. Maar leuk dag. Nou, kijk. Ben je daar klaar voor, pikbaas? Ja, ik heb... Ben je nog opvallend? Of, Nee, ja, volgens mij zouden ze dat daar allemaal regelen. Dus, en anders weet ze wie ik ben, toch? Die romp ook. Jij gaat dit veld rondlopen. Ja, sowieso. Wat jij zegt is helemaal waar. Wij mochten vroeger pas thuiskomen als we smerig waren. Ja. En eerder niet. Nee. Helemaal smerig. Brood kapot. Touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Ja, dat ken je niet meer, hoor. Dat ken je niet meer. Ja, kan wel, maar dan ben je alles kwijt in huis. Kan je touwtje wel eruit laten hangen, maar als je dan thuis komt, is alles weg. We gaan best met een flinke club gaan we rammen vandaag. Dus met wie? Tot zien jullie daar. Ja, nou weer. Morg. Kijk, we zitten hier gewoon even Formule 1 te kijken, jongens. Morg. Hey Lord, hoe is het? Het gaat modder rollen, hè, vandaag. Ja, moet maar. Schone kleding mee, hoor. Dat is helemaal net. Nee. Mooi reepje? Nee. Ik heb een reepje voor je. Ja, we hebben wel helemaal hip gekleed weer vandaag. Ja, we gaan toch... Kom je net van de bank doen dan? Op? Lekker, man. Kijk eens eventjes. Nou, die tas is het duurste van heel je outfit, heb ik alweer gezien. Ja. Waar is de ANWB-tas? Ik had wel verwacht dat de ANWB-tas vandaag mee ging. Ik zie een Maldiv achter, gewoon even. Nee, echt? Nee. We gaan knallen vandaag. Nou ja, gewoon schieten toch? Ik schiet gewoon op iedereen. Nick bij ons, hè? Nick, die kan wel schieten. Nick kan schieten, hoor. Ja, maar ik schiet gewoon op alles wat beweegt. Of je nou in mijn team zit of niet. We gaan straks, en dat leggen we ook nog even aan de rest uit dadelijk, gaan twee teams vormen. Oké. Dus wij, normaal gesproken zijn we altijd samen. Dope, Chris en Berry. Altijd. Vandaag niet. Oké. Vandaag is tegen elkaar. Chris tegen Berry. Oh, gaan we daar even een munch flippen? Ja, en dan mogen we zelf teams samenstellen. Dat is goed. Ja, toch? Ja. Maar waar is de rest? Ja. Hier. Ja, dit is het. Ze staan hier. Ja. Ze zijn onze vrienden. Ze zijn allemaal hier. Allemaal hier. Wat? Ja, joh. Kijk hoe die gaat parkeren. Kijk dan. Iedereen staat zo in de rij. Ik zeg het net nog, hè. Ja, toch, natuurlijk. Directeur, hoe is het? Goed, ja. Ja, goed. Andere directeur. Hoe is het? Ja, moe. Zwaar hoofd. Nog, Wim, hey, hoe is het? Ja, lekker. Ja? Alles weer medium lekker. Ah ja! Ah ja! Lekker. Mijn vriend, hoe is het? Hey! Hey, heb je hem weer? Hoe is het? Alles wel? Zeker, met jou? Ja, goed. Een beetje regen laat ons niet stoppen, toch? Ja, het is nu gelukkig droog. Dus... een paar mensen zich terugkrabbelen en zo. Ja. Die worden extra geschoten vandaag. Pak hem, bro. Goed. Kijk, deze man heeft helemaal zijn gear aan. Bijna 4 is het. Ja. Dit is ready, bro. Ja, je ziet er helemaal special forces uit. Dit ziet er niet goed uit voor ons. Hé, hoor je dat? Wat? Oh, wat is dat? Ik voel me gediscrimineerd. Noemen we dat ook weer? Wat dan? Wat zei hij? Je ziet er wel uit of je een inbreker bent, zeg ik eerlijk. Ik zit in de auto, hè? Ja. En ondertussen de grootste frontrunner van het jaar. Moet je kijken. Oeh, ja, ik zie hem. Dus mijn dag is al gemaakt. Ja. Jongen, lekker, man. Jongen. Mijn dag is wel gemaakt. Thomas, het is wel, jij bent dus een beetje een stereotype. Waar is hij nou? Wie zei dat? Hier, Mick. Hè? Stereotype inbreker of zo. Ik hoop dat hij in een ander team zit. Oude outfit. Een paar headshots. Heb jij je sok aan? Ja. Ja, dat is een hipster ding. Ja, hij is gewoon hipster. Waterschoentjes of zo. Ik heb gewoon sloffen aan. Kijk, het is goed, toch? Heb je Mike? Ja. Hey, hun hebben het beter. Hun zijn nog lang. Als je om 3 uur weg wil, wat is dit? Wordt er zo tegen de muur aangezet, denk ik. Ach, wat leuk.
Ik zeg met z'n allen op DJ Rompo. Ja. Nee, ik heb gezegd, als één iemand op me schiet, stop ik gelijk. Terwaalde kogels zijn. Nee, zo werkt dat niet. Als we aan het wachten zijn, kunnen we wel eventjes een teampje maken vast. Ja, dat kan. Jongens. Heb je een... Heeft iemand een euro voor mij? Hier, Antilliaans schuld. Kop op munt. Kop. Jij kop? Ja. Ja, er staat geen kop op, maar de bovenkant dus, toch? Ja. Oké. Mag ik beginnen, toch? Papa mag eerst. Nee, de bovenkant. Dat is gewoon te cheaten hier. Dit is de onderkant. Oké. Oké, dan doe ik niet wat iedereen verwacht. Thijs aan het plassen. Vier ik koud. Ja. Jij moet je buurman. Hij gaat gelijk. Oké. Ga ik voor de jonge hond? Jij kiest het winnende team. Weet ik niet. Borst, wil ik. Emmerik. Kijk eens. Ik wil... jij mag Vincent nemen. Dan neem ik... Hij wordt als laatste gekozen. Als je als laatste gekozen wordt... Ik wil op Vincent schieten. Ja. Okay, jij hebt dat kart nog in je hoofd. Dat ging niet zo best. Herhaal het nog eens een keertje. Met deze. Is goed. Vin zet erbij, lekker, is goed. Dus ik heb Vin, Robert, Mike en Ty. Voel ik me wel veilig. Het is zonder bescherming, toch? Mogen beste team winnen? Jij zit bij Barry in het team. Ja, hoeveel wist ik al. Dus van tevoren al. Mike Horn, die zit niet in het team. Dan heeft ik mocht als eerst kiezen. Dus nee. Dan heeft Chris nog eentje om te kiezen. Oké. Okay. Dan zit hij toch bij Ik heb laatst gekozen. Was er niet. Die was er niet. Maar hebben we nou even teams dan? Dus. Denk het wel. Dat moet dan toch? Dus Mike, die komt er bij jou bij. Oké. Target is Barry vandaag. Ja. Nee, ik ben altijd jouw target, toch? 100%. Ja. Maar, die moeten nog even aan, hè, voor die weggaan. Sommige mensen moeten nog even oversteken naar dit jaar, zie je dat? Ja. Wat is dit? 2022. En ik ben begonnen ermee. Wachtig uit, man, vind ik. Zenuwachtig. Ja, je bent een beetje stil en geen bang. Stress. Geen stress. Nee? Nee hoor. Geen emotie. Oké, voor mij moeten we even luisteren, jongens. Zo. De strijd is al begonnen. Doe een knopje zitten. Ik denk wel nog een keer zien. Helemaal duidelijk, toch? Ja. Hoe gaan we het doen met Capture the Flag? Gewoon hier bij A2 één kant, de vlag naar de andere kant brengen. Ja, en dan gewoon schil naar mij als verder. Twee kanten! Jongens, we zijn begonnen, hè? Ik vind dat we goed aan het overleggen zijn. Raad! Weet je wel lekker? Maar auw! Gelijk weer doorgaan, hè? Kijk, ik zie niks meer. Ja, allemaal pushies. Oké. Okay. Dat zei ik toch? Ja. Hey, ik ben geraakt, jongen. Wacht even, jongens. Heeft iemand gewonnen? Dit is onze vlag, hè? Hoe kan dat dan? Ha! Ja, dat is waar ook! Dit is mijn vlag. Waar lag die dan? Dus dan hebben we... Heb je eigen vlag gepikt? Moet niet zo... Dat ben je echt! Gewoon eerlijk spelen, bro. Gewoon eerlijk spelen, man. Wat hebben ze nou weer gedaan? Dit is de vlag die jij kreeg. Dat is onze vlag. Ja, nee, dat is onze vlag. Oké. En dit was jullie vlag die jullie hebben. Nee, waar de Noord-Koreaanse vlag? Nee. Die ligt er nog. Nee, dit is een rode vlag en dat was deze vlag. Nee, we hebben sowieso een andere vlag. Nee, ik ben niet. Ik ben niet naar de andere kant van het veld. Dit is zeker niet onze vlag. Niet. Dit is niet onze vlag. Ik zie aan Thijs' kant dat hij ook die kutte. Nee, ik had ze gefeliciteerd, maar dit is onze vlag. Marcel, ben jij een politielintje voorbij gekomen?
Nee toch? Nee. Nee, maar deze is wel onze. Waar de Noord-Koreaanse vlag? Die werden niks. Ja, dat is onze vlag. Mag ik zonder? Maar we hebben wel een vlag. Jullie hebben geen vlag. Mag ik zonder helm nu erin? Maar dit werd niet volledig. Dat wil ik zien. Wat wil je zien? Oh, ga maar. Hij kan de plek aanwijzen waar hij lag. Ja, ga maar. Nou ja, dan is hij gewoon blijven leggen van de vorige game. Want op beeld staat dat dit onze vlag was. Ik vond het wel zo raar, want hij was open en bloot stond hij daar. Ja. Ja, die lag er al. Dat denk ik ook. Ja, gewoon gewonnen. Opnieuw. Ja, hadden jullie maar op twee vlaggen moeten letten. Twee keer om mijn mel daar. Helaas. Moet gewoon doorspelen. Nee, maar eerlijk. Mike heeft echt streden. Ja, ik spelletje doen, Mike. Oh ja, ik had geraakt, ga ik terug en ga ik maar in. 10 meter afstand, één kogel op je beeld. Buk. Rug tegen twee op jou. Nee, allebei één gewoon. Chris die zei net dat hij een goede schutter was. Jij bent een goede schutter, jij bent sniper. Ja, sniper. Ik heb deze twee jongens meegenomen. Gaan we eens even kijken wie rechter sniper is. Zetten we ze daar neer. Ja. Gaan we even kijken wie het eerste is. Oké. Okay. Ja? Ik ben benieuwd. Ja, lekker. Zo. Ja, ja. Hoppa. Jij wilde een spelletje doen. Jij wilde een spelletje doen. 10 meter. 10 meter. 1 kogel. Ik schiet eerst. Is goed. 1 kogel. Ja, 1 kogel. Is goed. Ik ga het veld. Als je niet 1 kogel schiet. Nee, is goed. Oké. Wel bukken, hè? Zo. Het is wel ver, hoor. Ja. Ja. Dat was hem. Eén kogel. Dij beetje. Ik vertrouw me niet. Nee, dat snap ik. Hey, deze niet voor mij. Hij heeft me al genaaid, hè. Gegeven, toen kon ik niet meer lopen. Op sportgebied ken ik hem niet terugpakken. Kijk nou even van mij. Maar ik wist het. Ik liep. Ik denk, ja, hij gaat komen. Maar, dan zeg je toch ook niet, ik ga eerst. Dan ben ik al safe, toch? Hij liet je ook niet eens uitlopen. Hè? Gaan we eten vandaag? We gaan eten vandaag. We bellen even de vleeshotline. We gaan eten vandaag. Heel veel vlees. Kijk eens. Heel veel vlees. Hamburgertjes, burgertjes, speklappies. Jij gaat dat een beetje beef species. Heb je deze gebruikt? Oh, nee, dat net mensen. Een beetje burgertje flippen. Dit is wel niet voor zondag. Dit gaat niet. Ja, je ziet. Hij begint net met gillen, maar moet goed komen. Ja, maar dit komt goed. Ben jij Peter Gillis of niet? Peter Gillis! Peter Gillis! Wissel van de wacht, jongen. Ja. Hij was. Ga nog een keer mee. Nou, goed. Ik denk op zich dat een stukje teambuilding is wel weer gelukt voor vandaag. Toch? Ik denk het wel. Ik denk het ook wel. Het was een welbewogen dag. Was het nou helemaal tippie de top? Nou, ik denk dat we er met z'n allen wel iets leuks van gemaakt hebben. Laten we het daar op houden. Maar ja, ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Ik zal zeggen, smash even op die duim. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Wij gaan lekker rustig aan richting huis. En we zien jullie weer bij de volgende. Later.